Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Els. Els heeft net als menigeen sommige dingen die ze nogal verleidelijk vindt. Dingen zoals chocola. En dan in het geval van Els is dat een specifiek merk chocola welke ze enorm lekker en daardoor enorm verleidelijk vindt. Maar wat merkt Els? Ze kan dat specifieke merk chocola, kan ze op doordeweekse dagen, kan ze in huis hebben, wel meerdere stukken ervan, kan ze voor haar neus hebben liggen, kan een ander ook voor haar neus houden, een ander kan het naast haar eten, zonder dat ze er moeite mee heeft, echt gewoon helemaal geen moeite mee heeft om deze verleiding te weerstaan. Op weekdagen, doordeweekse dagen, maar... Wat merkt Els? Structureel lukt het haar niet, deze verleiding of andere verleidingen, want ze vindt wel meer dingen verleidelijk, te weerstaan in het weekend. Het lukt haar dan structureel niet wanneer ze weet dat die verleiding in huis is of een ander dit naast haar eet, het staat voor haar, lukt het haar niet dit te weerstaan. Soms zelfs gaat ze er specifiek voor naar de supermarkt. Het lukt haar structureel in het weekend dus niet om verleidingen zoals deze verleiding, dat specifieke merk van chocola, te weerstaan. Terwijl dit haar moeiteloos afgaat in het door de weekse dagen om te weerstaan. Nou, en dit begrijpt Els niet zo goed. Ze begrijpt niet goed hoe het toch kan dat ze verleidingen zoals deze chocola op door de weekse dagen zo makkelijk kan weerstaan. En ook al wil ze het weerstaan in het weekend, het haar structureel niet lukt in het weekend om dit te weerstaan. Hoe kan dat? Is de vraag van Els. Nou, Els, we moeten gaan begrijpen wat een voorwaarde is om verleidingen te kunnen weerstaan. Om verleidingen te kunnen weerstaan, moet jij gebruik kunnen maken van jouw hersenen. In jouw hersenen vindt namelijk informatieverwerking en de integratie van informatie plaats. Nou, op het moment dat jij daar een stuk chocola, die jij heel aantrekkelijk, heel verleidelijk vindt, ziet, dan ontvang jij altijd die informatie en dan zul je dat altijd aantrekkelijk, verleidelijk, lekker vinden. Maar zolang jij die informatie over, chocola die ik lekker vind, dat wil ik eten, zolang jij die informatie kan integreren in jouw hersenen met de informatie over dat dat toch helemaal niet zo gezond is. Dat dat jou kan doen aankomen met dat jij weet van jezelf dat als je dat eet, dat je dan niet meer kan stoppen met het eten daarvan. Dat jij weet van jezelf dat als je daar eenmaal aan begint, dat je dan heel navoelt achteraf. Wanneer het jou lukt om de informatie, lekker, daar heb ik zin in, te kunnen integreren met al die informatie en jouw wil om het niet te eten en jouw herinnering dat je helemaal niet blij wordt op lange termijn wanneer je dat eet, wanneer het jou lukt om dat te integreren, al die informatie, en jij vervolgens vanuit de integratie van al die informatie jouw gedrag kan controleren en een verstandige keus kan maken. In de zin van, laat ik dat toch maar niet doen. Want ik wil niet aankomen. Het is niet gezond voor me. Ik word er achteraf niet blij van. Dat soort dingen. Ja, dan kan jij verleidingen weerstaan. Maar wanneer zul jij verleidingen niet kunnen weerstaan? Wanneer jij daar dat stuk chocola ziet en dat altijd wel, lekker chocola, daar heb ik zin in, daar heb ik genoegdoening aan. In dit moment kan ik daar uit verkrijgen. Wanneer het jou niet lukt gebruik te maken van jouw hersenen en die informatie over, lekker, impuls, te integreren met informatie over dat het niet gezond is, dat je niet wil aankomen, dat je er achteraf alleen maar ongelukkig van wordt, dat je dat dan niet meer kan stoppen, dat soort dingen. Ja,
dan kun jij, als jij hier geen gebruik kunt maken van jouw hersenen, kun je ook niet jouw wilskracht en jouw verstand gebruiken om invloed uit te kunnen oefenen over jouw handelingen. Jouw gedrag, zoals het pakken van iets en het stoppen van iets in jouw mond. En kun jij dus verleidingen niet weerstaan. Dat is dus het geval wanneer je dit deel, je hersenen, niet goed kunt gebruiken. Nou, het feit dat jij door de week verleidingen kan weerstaan, betekent dat jij door de week jouw hersenpan prima kan gebruiken. En dat betekent dat de processen al daar, de informatieverwerking, de integratie van informatie door de week prima verloopt. Wanneer jij die verleidingen, precies diezelfde verleidingen, in het weekend structureel niet kan weerstaan, dan betekent dat dat je in het weekend veel minder goed die hersenpan van jou kan gebruiken. Dat de processen al daar, de informatieverwerking en de integratie van informatie al daar veel minder verloopt. Nou ja, dan moeten we dus gaan bespreken wat daarop van invloed is. Want dit merk jij. En ja, op basis daarvan kan jij die verleidingen niet weerstaan. Omdat jij dit stukje niet kan gebruiken en daardoor ook niet goed controle uit kan oefenen. En je wilskracht en je verstandige keuzes kan benutten. Nou, wat is daarop van invloed? Dat feit dat kennelijk door de week dit stukje de informatieverwerking en integratie van informatie in jouw hersenen wel goed verloopt en in het weekend minder goed. Nou, wanneer zullen de processen al daar, dus de integratie van informatie, de verwerking van informatie, meer of minder goed verlopen? Nou, dat is afhankelijk van hoe goed jouw hersencellen omgeven zijn met een hersenvocht waarin voortdurend voldoende vocht en voedingsstoffen aanwezig is, welke jouw hersencellen nodig hebben om informatieoverdracht extracellulair, maar ook intracellulair mogelijk te kunnen maken. En daarvoor moet jouw hersenvocht voortdurend een ideale samenstelling bezitten. Wanneer jouw hersenvocht regelmatig diens ideale samenstelling verliest, ja, dan zullen ook regelmatig hersencellen niet goed kunnen werken. Kan dus regelmatig de verwerking van informatie, de integratie van informatie niet goed verlopen. Kun jij je hersenen niet goed gebruiken? Kun je zomaar dingen in je mond gaan stoppen, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil? Maar ja, je kunt je wilskracht niet gebruiken, want je kunt je hersenen niet goed gebruiken. Dat betekent dus dat wanneer jij specifiek in het weekend die verleidingen niet kunt weerstaan en dus kennelijk jouw kopie niet kan gebruiken bij het controleren van jouw keuzes en wat je in je mond stopt en je wilskracht niet goed kan benutten, nou, dat dus kennelijk in het weekend veel vaker jouw hersenvocht diens ideale samenstelling verliest. En wanneer zou je hersenvocht diens ideale samenstelling verliezen? Nou, jouw hersenvocht is een gefilterde afgeleide van jouw bloed. Dus jouw hersenvocht zal regelmatig diens ideale samenstelling verliezen met een nadelig gevolg voor het kunnen weerstaan van verleidingen wanneer jouw bloedsamenstelling regelmatig diens ideale verhoudingen verliest. En wanneer is jouw bloedsamenstelling ideaal? Dat is wanneer jouw bloedsuikerspiegel, jouw bloeddruk, het vochtgehalte in de bloedbaan, de zuurtegraad en de hoeveelheid opgeloste stoffen met behulp van hormonen prachtig mooi stabiel gehouden kunnen worden. Dan, als die waardes mooi stabiel gehouden kunnen worden, is jouw bloed van een ideale samenstelling. Vervolgens is de gefilterde afgeleide daarvan jouw hersenvocht voortdurend van een ideale samenstelling. En dan kan je je hersenen goed gebruiken, kan je je wilskracht goed benutten, kun je verstandige keuzes maken, kun je controle uitoefenen over wat je in je mond stopt, kun je verleidingen weerstaan. Maar dus niet wanneer jouw lichaam niet goed in staat is om jouw bloedwaardes met behulp van hormonen, dus die bloedsuikerspiegel, bloeddruk, vochtgehalte, zuurtegraad, hoeveelheid opgeloste stoffen stabiel te houden. Kennelijk
heeft jouw lichaam dus moeite in het weekend veel meer dan door de week om jouw bloedwaarde stabiel te houden, waardoor dus jouw hersenvocht ook regelmatig diens ideale samenstelling verliest en jij vervolgens minder goed controle uit kan oefenen over wat je in je mond stopt en verleidingen minder goed kan weerstaan. Hoe kan dat komen? Nou, jouw voeding is van invloed op het behoud van die ideale bloedsamenstelling. Wanneer jouw voeding tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële voedingsstoffen, dan kan jouw lichaam niet met behulp van hormonen die bloedwaarde stabiel houden. Dan zal jouw hersenvocht regelmatig diens ideale samenstelling verliezen en kun je dus minder goed weerstand bieden tegen verleidingen. Ook wanneer jouw voeding regelmatig overschotten in niet-essentiële stoffen veroorzaakt. Ook dan kan jouw lichaam met behulp van hormonen jouw bloedwaardes niet goed op peil houden. Zal jouw hersenvocht regelmatig diens ideale samenstelling verliezen. En hupsakee, je kan weer niet zo goed verleidingen weerstaan. Dit doet dus vermoeden dat jouw voeding in het weekend veel minder goed bijdraagt aan de aanlevering van vocht en essentiële voedingsstoffen en het niet veroorzaken van overschot in niet-essentiële stof in jouw lijf. Wat is nou bij heel veel mensen en misschien bij jou dus ook het geval? Ze hebben door de week vaak een heel regelmatig eetpatroon met pauzes en hetgeen ze eten in die pauzes. Dat is vaak voedzaam, hebben ze van tevoren al bedacht, hebben ze meegenomen. Ja, dan heb je een regelmatig voedzaam eetpatroon met waarschijnlijk wel heel wat vocht en essentiële voedingsstoffen daarin aanwezig. Regelmatig aangeleverd aan jouw lijf en niet al te veel niet-essentiële voedingsstoffen. Ja, en dan door de week heb jij dus regelmatig een gunstige invloed op het behoud van die ideale bloedsamenstelling. En dus het behoud van de ideale samenstelling van je hersenvocht. En dus veel een goede controle over je gedrag, je eetgedrag en kan je weerstand bieden tegen verleidingen. Maar als jij je weekend induikt zonder plan qua invulling van je eetpatroon en je vliegt daar naartoe, je denkt een keer, oh ja, ik moet nog wat eten. En je gaat dan impulsief besluiten wat je gaat eten, dat is niet voorbereid, dat is later dan anders, dat is incompleet qua essentiële voedingsstoffen, bezit misschien wel veel meer niet-essentiële voedingsstoffen, ja. Dan draag jij dus in het weekend op basis van je dan veel minder regelmatige impulsieve eetpatroon veel minder goed bij met je voeding aan het behoud van de ideale bloedwaardes en dus ook het behoud van de ideale samenstelling van je hersenvocht. Ja, en dan is het gevolg daarvan dat jij minder goede controle uit kan oefenen over je gedrag, inclusief je eetgedrag, en minder goed weerstand kan bieden tegen verleidingen. Dus als antwoord op jouw vraag, Els, hoe het toch kan dat jij door de week prima verleidingen kan weerstaan en in het weekend structureel niet? Nou, kennelijk draag jij met hetgeen jij eet en doet in het weekend onvoldoende bij ten opzichte van je doordeweekse dagen aan het behoud van ideale bloedwaardes. En daardoor zul jij dus minder goed controle uit kunnen oefenen over wat je in je mond stopt en verleidingen minder goed kunnen weerstaan. Dat betekent dat als jij verleidingen ook in het weekend beter wil leren weerstaan en jij merkt dat je dat prima door de week kan weerstaan, dan is het aan te raden om het eetpatroon zoals je door de week aanhoudt, met de voorbereidingen die je daarop treft, ook gewoon in het weekend toe te blijven passen. Want ja, dan heb jij dus ook in het weekend een veel betere invloed met je voeding op het behoud van de ideale bloedsamenstelling en uiteindelijk dus ook een veel grotere kans dat jij verleidingen ook in het weekend veel beter, net als door de week, kan weerstaan.